voor mij lijkt het veel makkelijker dan dat het eigenlijk is. Den Haag FM besteedt deze maand extra veel aandacht aan de amateurs kunstenmaand Iktoon. Overal in onze stad is werk te zien van vrije tijdskunstenaars. Zo kan je eind deze maand naar de grote ukulele show. Den Haag FM nam een kijkje bij de try-out in de Oude Kerk op Scheveningen. Ja, hoe kom je op het idee? Nou, wij zijn een organisatie, Werk aan Welzijn Den Haag, en we bestaan 5 jaar. En we dachten van, nou, dat kunnen we leuk vieren met een aantal mensen. Kan je het met 5 doen, met 50 doen. En toen dachten we van, nou, we kunnen met 500 proberen. Dat hebben we niet helemaal gehaald, maar we hebben er nu zeker, dadelijk in het Zuiderpark, 250 zitten. Maar het streven was natuurlijk 500, dat hebben jullie niet gehaald. Waar ligt dat aan, denk je? Geen idee, maar het is maar 500 is maar een getal. Het is de bedoeling dat we een aantal mensen door middel van muziek bij elkaar krijgen. 250, misschien wel iets meer, om op ukulele te spelen. Dus ik denk, ja, ik hoef geen 500 te hebben. In aanloop naar het concert zijn er workshops georganiseerd om ook beginners de kans te geven mee te doen. Maar ukulele spelen, is dat nou een beetje te doen? Nou, het gaat volgens mij wel goed. Alleen, het is toch wel goed. Je moet echt goed oefenen om die akkoorden te kunnen spelen. En je vingers doen wel pijn na die akkoorden. Want je moet die snaren heel erg indrukken met je vingers. En dan krijg je allemaal strepen op je vingers. Is het dan ook moeilijker dan dat het lijkt? Ja, ik denk van wel. Ik denk dat voor mij lijkt het veel makkelijker dan dat het eigenlijk is. En klinkt het nou ook een beetje? Het draait natuurlijk allemaal om het megaconcert op 30 juni in het Zuiderparktheater. Ah, dolle pret. We maken er gewoon een feestje van. En dat gaat helemaal goed komen. Er gaan ook nog andere groepen optreden. Want als je alleen maar dit repertoire zou doen, zou het niet leuk zijn. Maar het gaat erom, we hebben geen grote sterren ingehuurd. We hebben mensen die het zelf doen. En met welk nummer gaan jullie nou de show stelen? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen natuurlijk, maar eigenlijk misschien zowel met de wal, want dan is er ook een begeleidingsband nog bij, dus dat zal staan. En ik hoop gewoon met al die mensen natuurlijk ook om van het dak af te kunnen doen. Maar dat is even kijken hoe het gaat, maar ik denk dat dat het wel wordt.